Boeren in Nederland staan voor een grote uitdaging. Nu het land wordt geteisterd door aanhoudende regenval. Ja, wel eng. Ja, dat is niet leuk. Ja, nou komen de slaaploze nachten, die beginnen nou wel te komen. We hadden gehoopt dat je wacht op een droge periode, maar die komt steeds niet. Het wordt steeds erger. Dus het wordt nou wel spannend genoeg. Ja. En slapeloze nachten, kun je dat uitleggen? Nou, je wordt er wel onrustig van. Echt slapeloos, dat kan ik ook niet echt zeggen, want ik slaap door elkaar heen wel redelijk goed. Maar het wordt nou wel spannend, ja. Het areaal begint je ook voor de voet te lopen. We hebben nog ruim 100 hectare bieten en 60 hectare aardappels zit nog in de grond. Ja, en die aardappels is gewoon het probleem dat we ze moeilijk kunnen bewaren. Dus die kunnen we wel rooien, maar als we ze in de bult zetten, die zijn zo allemachtig nat. Ja, dat is een week, dan zijn ze verrot. Dus dat is wel lastig. En de bieten, ja, we hebben afgelopen weekend 47 mm gehad. Ja, dat kon er helemaal niet bij. Sloten die zijn helemaal vol. We hebben hier zo'n goot gegraven. En vanmiddag gaan we hier zo nog met mini-kraantje gaan we nog weer een goot speert. Maar we gaan nou wel proberen alles. Moet maar kijken. Ik heb een loonbedrijf uit Smilde gevraagd of die de bieten kon rooien op rups. Ja. Want we kunnen ze zelf niet meer rooien. En welke oplossingen zijn hiervoor? Ja, dan moet je gewoon weer. Hier zijn eigenlijk niet echt oplossingen voor. We gewoon straks proberen. En dan zal je straks in de auto zien als je hier een keer langs komt dat een blokjesdeken overblijft waar we nu nog niet kunnen rooien. Maar we gaan er nou wel zoveel mogelijk proberen uit te halen. Ik hoef nog niet te leveren. 9 december moet ik weer leveren. En dan januari moeten we weer leveren. Maar ik gooi ze nou wel op het plein bij mij thuis, zodat ik ze er maar uit heb. Toch redden wat er te redden valt. Dat lijkt me geen fijne periode. Nee, bij mij eigenlijk dit jaar helemaal wel. Een beetje heel rukjaar eigenlijk. Heel nat voorjaar, nat koud voorjaar. We konden heel moeilijk van start komen. Toen hebben we ruim 50 dagen droogte gehad. Dus we hebben heel veel aan het beregenen geweest. Dag en nacht water op het land pompen. En nu verzuip je. Nu je de oogst moet halen, zeg maar. Nu verzuip je, krijgt hem moeizaam binnen. En zoals hier, we hebben hier zo het natste perceel heb ik eigenlijk gerooid. Dus ik denk, dan is dat alvast weg. Ja, maar het is nou zo nat. Het is overal nat. Dus dit is even, ja, het overkomt je een beetje nu. Hoe gaan jullie daarmee om onderling? Helpen jullie elkaar als boer zijnde? Ja, wij mogelijk wel, maar ja, normaal rooien zeg maar met aardappelrooier 15, 20 hectare per dag. Maar de omstandigheden zijn nu zo slecht. We rooien een hectare of 5, 6. Ik moet zelf nog 60, 65 hectare rooien. Ja, dan ben ik 10, 11 dagen verder voordat ik anderen eigenlijk pas kan helpen. Dus dat is, ja, de tijd begint nu wel te dringen. Is het nog leuk om boer te zijn? Ja, we zijn een beetje gestoord, maar het is nog wel leuk om boer te zijn. Maar je moet deze tijd wel in weer door. Maar je ziet nou eigenlijk niet, het is nou niet heel leuk meer. Nee. Er zit ongeveer nog voor tussen de 1 en 1,2 miljoen in de grond. Ja, die ben ik wel nodig. Ja. Wat heeft dit ook financiële gevolgen voor jou? Ja, als dit blijft zitten, dan wij hebben natuurlijk ook onze verplichting richting de verwerkende industrie. We hebben een verplichting richting de banken. We hebben een verplichting richting ons personeel en richting je eigen. Je hebt natuurlijk de kosten heb je nu gehad. Ja, en het zicht van de haam, dan mag het scheer eigenlijk niet zinken. Dus we moeten er nou wel het beste van maken, maar we moeten er wel mee aan de gang. Ja. Heb je dit al eens eerder meegemaakt? Ja, ik meen in 92 en in 98. Toen is het ook zo extreem geweest. Toen hebben ze de dijken hier doorgestoken bij de Tussenklappenpolder. Omdat het voor mij het museum of het ziekenhuis daar onderliep. En dat was in 93 of in 98. Maar toen had je gewoon drie keer meer dan 100 mm. En nu is het gewoon constant regen. Ik heb dit eigenlijk zoals dit eigenlijk nog niet vaak gehad. En een beetje, je komt verder in de tijd, dus het kan ook beginnen te vriezen. Dus als je echt. Als je echt op de schaats komt over 14 dagen, nou, dan is dit verloren. Ja. Dat kan ook, hè? Want je zit al zover in de tijd, eind november, kan je alle kanten op. En maak je daar ook zorgen over? Ja, dat is wel een beetje dat ik stressvol ben, ja. En als je dan naar het weerbericht kijkt, schrik je dan? Of hoe kijk je daarna? Ik kijk niet meer. Nee, want zomers wacht ik op een buiregen die niet komt. En die staat er dan wel bij bui en radar of net gelijk waar. En nu wacht je op een droge periode en dan staat er 3, 4 dagen droog op. Maar elke morgen gooi je er 13, 14, 30, 25. Elke morgen gooi je wat uit de regenmeter. Dus je kijkt niet meer naar het weer. Het is nou gewoon zorgen dat we spullen aan de kant krijgen. Moet maar kijken. Ja, hier staat hartstikke mooi gewas. Echt een hele goede biet. We hebben hier zoals je ziet gerooid. Half oktober hebben we gerooid omdat we moesten leven. En toen dacht ik van nou, we halen de natste. Dit is het natste van het perceel hier zo naast mij. En dan blijft het droogste zitten. Maar het is nou zo naar. Ja, dit zijn suikerbieten. Ik kan je wel één laten zien. Maar dit is ongeveer wat ruim moet. En je ziet wel,
Dit is allemaal modder. Dus dit rooit ook voor geen meter meer. We kunnen hier amper lopen. Ja, het bovenste water is de meeste af. Vanmiddag gaan we nog met een rupskraantje rond. Om zoveel mogelijk water... Ja, jij blijft ook al vaststeken, hè? Om zoveel mogelijk water van het land te halen. Maar ja, het zou zonde zijn als dit verongelukt. Dat past me eigenlijk helemaal niet. En hoeveel dagen denk je dat dit nog zo kan staan? Nou, het bovenste water, de Marave, is een biet kan redelijk lang zitten. Aardappels is een veel groter probleem. Als je die nu zou rooien uit deze grond, en die kiep je op plein en die hoef je pas over maand afleveren, over 14 dagen, 3 weken, ja, dan zijn ze ook meest verrot. Dus het is niet alleen het probleem om ze uit de grond te krijgen, maar hoe bewaar je ze ook nog even in de bult. En biet kan je wel redelijk goed lang bewaren, maar ik heb dit ook nog niet heel vaak meegemaakt. Ik had dit dus al gerooid met het idee van nou, dan heb ik de natste eruit, maar het is overal nou zo nat. Daardoor komt met mijn laarzen niet eens lopen. Daar liep het over de laarzen heen. Dus daar staat gewoon zo'n laag water. Hoving neemt ons mee naar de voorraad bieten die hij al wel uit de grond heeft kunnen halen. Wat in vergelijking, hoeveel zit er nou in de grond en hoeveel ligt hier? Hier in deze schuur ligt 2200 ton, 2200. En in de grond hebben we nog ruim 3500, dus 3500. Dus die moet ik eigenlijk nog wel hebben. En hoe kijk jij hier nou naar? Nou, dit gaat wel goed. Deze die in de opslag zijn gereden, die zijn wel goed. Maar die nog in de grond zit, ja, die zijn moeilijk bewaarbaar omdat ze zo nat zijn. Ja, die is de kans op rot heel groot. Dus zorg dat ik ze aflever, zo snel mogelijk aflever. Ja, het wordt heel spannend.